Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, Caribbean Development Bank steunt project voor micro, kleine en middelgrote ondernemingen. Japan stelt ruim 3 miljoen US dollars beschikbaar voor mitigeren effecten wateroverlast. President Santokki erkent bijdrage Chinezen aan ontwikkeling van Suriname. Ministerie van Volksgezondheid waakt voor intrede snus drugs. En president Santokki opent 13e congres duurzame landbouwontwikkeling. De Caribbean Development Bank heeft aan de Competitiveness Unit Suriname de toezegging gedaan voor een aangevraagde subsidie. De unit had namens het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie financiële ondersteuning aangevraagd voor het project Marketing en Branding of Micro-Sized Enterprises in CARICOM. Het betreft een programma voor het versterken van micro, kleine en middelgrote ondernemingen. Wij voeren u terug naar de lancering van dit project op donderdag 20 oktober 2022. So the marketing and branding project for MSMEs essentially at its core is increasing the trade opportunities for micro, small and medium enterprises in Suriname. So we did a survey some time ago and most of the respondents, micro, small and medium enterprises, really admitted to not knowing how they can access trade opportunities in across the CARIFORM countries, even as near as Trinidad, Guyana, Barbados. And so what this project essentially seeks to do is to increase the marketing awareness, increase the significance of branding to the business opportunities, improve export readiness. So essentially facilitate trade among 60 micro, small and medium enterprises. So it is by no means a small undertaking, but we are quite pleased with the manner in which the team at the Competitiveness Unit in Suriname has approached this and partnered with the team at the Caribbean Development Bank to develop this project such that we've gotten here to this launch, and we're excited about what happens next across the implementation process for this project. Het is geen onbekende situatie in Suriname dat we een import-economie hebben. Ik moet me wel hierbij haasten van dat ik ook wel inschat dat we ook een beetje weinig ervaring hebben met wat betreft het afzetten van onze producten op de internationale markt. Maar, en dit project die dan de mogelijkheid biedt, waarbij je dus geassisteerd, begeleid wordt om producten naar het buitenland te exporteren, komt heel goed uit. En ik denk dat er vele bedrijven gebruik ervan zullen moeten maken, omdat ze dus dan uiteindelijk, zodat we uiteindelijk inderdaad, maar ook regionaal en onze middelen daarmee kunnen verdienen, inderdaad die dollars, duurde dollars naar binnen kunnen brengen. We hebben een unieke ananasras die we hier in Suriname verbouwen. En we worden nieuwkomers op een internationale markt. En dat moet dus dan heel zorgvuldig worden aangepakt. Kijken waar je doelgroep zit, hoe je doelgroep wil bereiken. Dus dit project past helemaal in lijn voor mijn bedrijf. Helemaal. Op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking heeft op donderdag 20 oktober 2022
de ondertekening van de Exchange of Notes plaatsgevonden. Het gaat om een schenkingsovereenkomst met Japan, waarbij het Aziatische land ruim $3 miljoen beschikbaar stelt voor het mitigeren van de effecten van wateroverlast. De ondersteuning valt binnen het Economic and Social Development Program van Japan voor Suriname. U weet, we hadden de afgelopen 2 jaar enorme wateroverlast en vorig jaar was de situatie vrij ernstig. Twee jaar terug eigenlijk, toen ik aantrad als minister, heb ik gelijk een beroep gedaan omdat we weten wat de beperkingen waren van het budget. En de situatie was mij bekend vanuit het vakgebied, et cetera. Heb ik direct een internationale oproep gedaan aan de gemeenschap om onze handje mee te helpen. Uit eigen middelen, vanuit de begroting, doen we wat investeringen. Maar de wateroverlast van vorig jaar heeft gemaakt dat we echt moesten zoeken naar extra middelen vanuit verschillende landen. En zo heeft onder andere Canada, Nederland, andere landen hebben geholpen. Maar Japan heeft een heel mooie schenking ook gedaan. Dat was concreet om te helpen aan de waterbouwkundige werken. Je weet, dat heb ik altijd gezegd. Studies zijn goed. Maar uiteindelijk moet ik wel investeren in waterbouwkundige werken. Dus de Japanse overheid heeft een grant gedaan van 3 miljoen. En we voeren samen met hun deskundigen en lokale deskundigen van het ministerie van OW. Gaan we naar welke pomgemalen kunnen wij moeten als eerste nu vervangen worden. En dat is het besluit. We hebben een aantal geselecteerd die urgent nu vervangen moeten worden. En wat is de bedoeling? Volgend jaar moeten de werkzaamheden starten. We hebben gekozen voor duurzaamheid, innovatie. En vooral de gebieden die dus als eerste ontwaterd moeten worden. Dus het einddoel moet zijn dat volgend jaar mensen merken, eigenlijk merkt men het nu al. Want we hebben wat rehabilitatiewerkzaamheden al gedaan bij bepaalde pompen en sluizen langs de Anton Drachtenweg en tot Wanica. Men merkt al dat het water sneller wegtrekt. Dus volgend jaar moet dat nog beter worden. With this grant, the Economic and Social Development Program to assist Suriname in mitigating the impact of flooding, we will be able to improve our management of water in this area, and this will help in the future to improve life and livelihood in Suriname for a long time. Op donderdag 20 oktober 2022 herdenkt de Chinese gemeenschap in Suriname 169 jaar Chinese immigratie. Tijdens een herdenkingsplechtigheid heeft president Chandrika Persat Santokhi zijn erkenning uitgesproken voor de bijdrage van deze groep aan de ontwikkeling van Suriname. Bij het monument op het Vriendschapspark aan de Jagannath Lajmonstraat bleef het staatshoofd ook stilstaan bij de bijzondere relatie tussen Suriname en China. Het ministerie van Volksgezondheid waakt ervoor dat de drugsoort snus zijn weg naar Suriname vindt. Dit verslavend middel wordt reeds lange tijd gebruikt in voornamelijk Europa, maar lijkt de afgelopen periode een trend te worden. Het ministerie heeft eerder deze week via een persbericht de Surinaamse samenleving geattendeerd op de schadelijke effecten van snus voor de gezondheid. Wij spraken volksgezondheidsdirecteur Rakesh Gayadar Sukul. Het ministerie van Volksgezondheid heeft een alerte doen uitgaan, zodat de samenleving bewust is dat een drug snus genaamd in het buitenland aangeboden wordt aan vooral kinderen en dat dit gevaarlijk kan zijn. Het is namelijk zo dat er een bepaald verslavend middel in zit, dat is nicotine. Nicotine die komt al voor in sigarettenrook. En dan zijn er ook nog andere schadelijke stoffen, kankerverwekkende stoffen die erin zitten. En dat ervoor kan zorgen dat de gezondheid van de persoon in gevaar komt. En dat verslavend effect moeten we niet uit het oog verliezen. Dus
Het is momenteel nog niet geconstateerd in Suriname. Gelukkig nog niet, nog geen melding, nog geen rapportage, maar we moeten alert blijven. Het gaat om een drugstoort dat in aantrekkelijke verpakking wordt aangeboden aan vooral kinderen. En dat ze eraan, dat ze aan zo'n verpakking kunnen zuigen of ruiken. En doordat dit middel verslavend effect kan hebben, kan het voor problemen zorgen. Het ministerie van Volksgezondheid is op de hoogte gebracht door de veiligheidsdienst in het land, de inlichting- en veiligheidsdienst. En deze werd ingelicht door de buitenlandse counterparts. Het is goed als de samenleving alert blijft en vooral waar kinderen worden geschoold, waar kinderen op gelet worden, dat de ouders, de verzorgers, de leerkrachten en degenen die letten op de kinderen weten dat zoiets bestaat en dat men alert moet zijn. En weet, soms lijkt het erop alsof kinderen gewoon bezig zijn met een speelgoed of iets dergelijks. En dan zijn we niet bewust van het kan iets kwaad zijn. Dus bij deze wil ik de samenleving eigenlijk informeren om alert te zijn. En hiermee rekening te houden dat kinderen ook bezig kunnen zijn met iets waarbij wij niet beseffen dat er iets schadelijks ingebracht is door kwaadwilligen. Ten eerste, we hebben alvast als ministerie een eerste stap genomen om de samenleving met een persbericht bewust van te maken. Het ministerie die is blij dat ondersteunende diensten ons ook de mogelijkheid biedt om de samenleving voor te lichten en van het gevaar bewust te maken. Op uitnodiging van de Stichting Duurzame Ontwikkeling Nederland-Suriname, DONS, heeft president Chandrika Persat Santokhi het 13e congres over duurzame landbouwontwikkeling geopend. Stichting DONS speelt al jaren een voortrekkersrol in de discussie om klimaatverandering te combineren met de noodzaak voor duurzame landbouw. Het congres vond op donderdag 20 oktober 2022 plaats in de Royal Ballroom van Hotel Torarica. Kijkers, dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.